lachende sierkwast. Ja, dat is het helemaal. De lachende sierkwast. Heel gewoon, niet meer normaal. Er zijn er wel die zeggen, wat is dat voor gelul? Scheerkwast die kan lachen, dat is toch flauwekul. Nou dat kan wel zijn, maar wat dan al, want het klinkt toch magnifiek. Vooral door mij gezongen, bij een fitter stuk muziek. Ja, de lachende scheerkwast, ja dat is het helemaal. De lachende scheerkwast. Horizont en verticaal. Dus niet de huilende kaasschaaf of de kraaienschoen. De woedende banketschaaf of de verlegen citroen. Geen schaterende asbak of het spatbord zonder vlees. Een jubelende naaldhak of gewoon een hoed van vlees. Het is de lachende scheerkwast. Dat is het helemaal. De lachende scheerkwast. Hey, hoor eens, de bekken doen het weer. Dat is vast een goed voorteken. Wordt vanavond natuurlijk een fantastische voorstelling. Maar ik maak me toch leukjes zorgen, want de voorstelling is totaal uitverkocht. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ik heb me toch zo raar gedroomd. Ik liep met mijn dochtertje te wandelen in het Vondelpark. Zo gek lijkt me dat toch niet? Ja, maar uit mijn opgebroken huwelijk met Clotilde heb ik alleen maar een hele zwik zonen. Clotilde? Wat een bespottelijke naam. Wie heet dat nou? Clotilde? Ja, mijn ex-vrouw dus. Nou, ik zal het jullie dan maar zeggen. Ik ben zwanger. Hoera! Oorlog en vrede. Er is goed en er is kwaad. En probeer er nou niet met een hoop gelul wat anders van te maken. Nou, maar Augustinus was ook niet zomaar de eerste de beste. Maar goed. Het kwaad in de wereld is een soort van Gods straf voor de slechtigheid van de mensen. Ja, is dat dan wat? Hè? En wat about de ongelukkige slachtoffers van die slechtigheid der mensheid? Nou, dat wordt dan wel weer rechtgezet in het hiernamaals. Ja, daar heeft mijn zuster wat aan. Uw zuster? Die is geslacht en beroofd in de Kalverstraat. Ach, dat toch? Nou, bij wijze van spreken dan. Oh, dus gelukkig niet echt. Er is niks ernstiger met er gebeurd. Ik heb niet eens een zuster. U heeft er wel 100? Oh, dat vind ik toch wel zulke schattige dingetjes, hè? Met hun witte schortjes met bijpassend mutsje. En wie bent u? Zegt u? Hey, dag mevrouw de Wilde. Ach, zeg maar Loes hoor, malle jongen. Ik kom hier voor de kleine Otto. Loes. Zegt u? Ik zeg Loes. Oh, die meneer. Kan u even wachten? Ik en dominee van Zutphen zijn zojuist bezig iets te bespreken met de jongeman Dresje. Gunst, dat is ook sterk. Zeg, kan ik hier een kop koffie krijgen? Of wat is dit voor een mal ziekenhuis? Of doe ook maar een glaasje sherry, medium dry. Rot op. Zegt u? Ik zeg rot op. Oh, die meneer. Kunt u dat niet wat anders formuleren, nee? Ja hoor, donder op, wegwezen. Hey. Dokter Palen, wat is dat nou? Dat is mevrouw de Wilde. Ach, zeg maar Loes hoor, malle jongen. Jij mag Loes zeggen. En u, dokter, tegen u zou ik willen zeggen. Ach, laat ook maar. Heb ik eindelijk de moed opgebracht om deze lieve Otto, die door mijn schuld hier ligt, te komen opzoeken? Met een cadeautje nog wel? En dan. Wacht eens even. Heeft u daarvoor gezorgd? Ja, maar gaat u toch zitten, zeg. Wilt u misschien nog wat drinken? Ik bedoel, ja, ziet u, Otto is namelijk een zeer interessant geval voor ons. Hè? We kwamen er niet uit zonder onze nieuwe computeranalyse. Maar ja, ik zal eerst even... Zuster Hoornwijk, laat onmiddellijk wat alcoholische versnaperingen aanrukken. Kamer 613, ja. Kamer 613, wat een leuk nummer. Waar gaat u verder? Hoe is het u gelukt om de jongeman Dresje in zo'n deplorabele toestand te krijgen? Maar dat weet toch iedereen? Otto is verongelukt in de auto die ik hem in een vlaag van onverantwoordelijke dankbaarheid cadeau deed. Hé, laat mevrouw de Wilde nou even uitpraten. Heel fijn, Otto.
Ik heb namelijk een cadeau voor je. Maar kon niet meebrengen. Daarvoor is het veel te groot. Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Een spiksplinternieuwe auto. Nog mooier dan voorheen. Enige? Dus Otto, zodra jij hier uitkomt, rij je zo weg in een nieuwe auto. En hij kan ook helemaal worden aangepast aan je nieuwe lichamelijke omstandigheden. Dat heeft de autodealer mezelf verzekerd. Oh, een zeer geschikte, aimabele man. Werkelijk waar. Nou, daar drinken we dan op, hoor. Proost allemaal. Bensdorp! Kom tevoorschijn als je durft, lafaard! Hé, hey, ho! Laten we hier weggaan. Ik vind het hier eng en onheilspellend en we hebben hier niks te zoeken. Ik wil hem die brief persoonlijk overhandigen. Je kan hem toch gewoon hier achterlaten? Nee. Kom nou mee, anders zijn we te laat. En dan heb ik helemaal voor niks mijn feestjurk aangetrokken. Ik zit hier al meer dan een uur te wachten op mijn frikadellen. Oh, hoe komt u erbij? Dat zit zo. Mijn vrouw weigerde vanavond eten te koken. Hey. Omdat ik niet de kapstok aan de muur heb gehangen. Gesloten wegens familieomstandigheden. Z.O.Z. Jullie kunnen allemaal doodvallen, boy. M.J.C. Bensdorp van de Vlasakker. Het leven is nu een groot feest voor ons beiden. En er is niets dat ons nog scheiden kan. Want samen kunnen we de hele wereld aan. Verlief, 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 aan. Gewoon de kleedkamer uitgestuurd. Nou, straks spring ik gewoon het toneel op. Ja. Nee, zeg jij nou, is dat nou zin met die meid als dat klaar te maken? Ach, het is niet bepaald mijn kopje thee. Nee, maar... weet je, volgens mij krijgt ze die optredens en dat plaatje alleen maar omdat die plafond aan zich laat grijpen. Ja, want toen ik daar straks die kleedkamer werd uitgestuurd, hè, liep zij dan gewoon rond in de blote gat. Nou ja, als je zo beroemd moet worden. En zeg mij niet dat ik me weer vergis. Verliefd zijn op jou is het mooiste wat er is. Verliefd, verliefd, verliefd is het mooiste wat er is. Dank u wel, dank u wel. U bent een fantastisch publiek, dank u wel. Fantastisch. Even, even, ik heb nog een liedje. Omdat u zo... Omdat u zo'n fantastisch publiek bent, zing ik nog een liedje voor u. Het is weliswaar een triestere song. Oké, go! Wel ja, doe maar, zing nog maar een liedje. Ja, ik dacht eerlijk gezegd dat we naar een soort moderne muziektheatervoorstelling zouden gaan. Maar ja, op die manier kun je net zo goed naar Radio Veronica gaan zitten kijken. Waarom die kaarten na het feest? Was ik maar nooit op jou gevallen? Nu wordt het nooit meer wat het is geweest. Je kunt me nou al hebben laten vallen. Toch hou ik nog van jou het allermeest. Ik was een vrolijk meisje. Je geeft haar een vinger, ze neemt je hele hand. Lekker wijf, hè? Ze kan nog zingen ook. En overal was zonneschijn, ik had alleen maar pret. Ik voelde me de ster van een feestelijk ballet. En elke avond toonde ik moe en blij in bed. Was ik maar nooit op jou gevallen. Voor mij mag ze de hele avond blijven zingen. Ze geeft je hand en ze neemt je hele arm en ze trekt hem nog uit de kom ook. Waarom die kater na het feest? Was ik maar nooit op jou gevallen? Goedenavond. Goedenavond. Ja, wij zijn een beetje laat. Maar dat komt, ik moest nog even langs bij Boy Bensdorp. Oh, nou jij liever dan ik. Ja, wat kan het die meneer nou schelen? Ja, wat kan mij dat nou verrotten? Zie je wel. Oh, nou mij wel. Want toevallig heb ik daar een officiële klacht tegen hem gedeponeerd in zaken bedorven gehaktballen. Maar de lafaard was al op de vlucht geslagen. Hé! Hey. Dag Elsje. Nou, Toos. Nou zie je het zelf, hè, dat ik niks met Elsje heb. Het is namelijk mijn Bert. Dat weet iedereen. Behalve jij natuurlijk weer. Vreselijk, hè? Dat gezang van die Ingrid, hè? Meneer en mevrouw Chris. Nu wordt het nooit meer wat het is. Sorry, hoor, kind, maar ik versta je. Je kunt me nou hebben laten vallen. Toch
Nou, als Jan Vos dan eindelijk is uitgezongen, dan kunnen we misschien eindelijk met ons officiële programma beginnen. Weet jullie je opkomst? Kennen jullie je opkomst? Weet jullie je opkomst? Hebben jullie... Rustig, plafond! Zodanig ben ik menigmaal de klos. Ik ben Jan Vos. Ik ben Jan Vos. En ik speel me nog een keertje totaal los. Ik ben Jan Vos. Ja, ja, Jan Vos. Want als ik speel, dan gooi ik alle remmen los. Ik ben Jan Vos. Hij is Jan Vos. Ik ben Jan Vos. Hij is... Kijk, het toneelbeeld is dus een diagonale as. En dan zit jij... Let nou even op, wat zit je nou te doen? Ja. Kijk, en dus we moeten dus die passen precies op het goede moment... Ja! Oeh, je moet een hele LP met me opnemen. Straks, Ingrid. Ja, fantastisch! Zeg, dan moet ik me even omkleden natuurlijk. En dan ga ik even aan de bar een kopje koffie drinken. En dan wacht ik daar even op je. En dan scheuren we in één keer zo door naar de platenstudio. Ik weet niet of je het weet, maar wij moeten ieder ogenblik op met een hele ingewikkelde act. Ja. Dus, ik kom van links. Ik duw dat rare hek opzij. Spreid mijn armen uit en zeg... Wat zeg ik nou ook weer? Mijn hemel. Wat is er nou? Jij zegt mijn hemel. Nee, dat zeg jij. Ja, maar dat moet zij zeggen. Waarom? Het staat in haar tekst. Bovenaan bladzij 2. Kijk, hier, nou, let nou even als je... Niet zo schreeuwen tegen G, hoor. Want G is... Wat is G? Ja, G is dik. Nou, we moeten zo op en we kennen er nog niets van. Als we dat moderne gedoe dan even uitstellen tot na de pauze, dan kunnen we het nog even doornemen. En dan ga ik nu zo direct het toneel op en dan zingen Jan en ik ons nieuwe duet, want die zit er toch, is dat wat? Veel mooier dan een rozenstruik, een tulp, een orchidee. Dat, ik bedoel, dat ken ik toch uit mijn hoofd. Ja, maar op die manier ontaart de hele voorstelling toch een ordinair liedjesprogramma. Maar wat is dan eigenlijk op tegen? Ik ben Jan Vos, Jan Vos, Jan Vos, ik ben Jan Vos. Shatalabawa. Als ik het goed begrijp, is dat dus Jan Vos? Ja, Job, nu. Nee, wacht nou even. Als ik nu een fout maak, sta ik natuurlijk compleet voor gek. Misschien naar de pauze. Eens kijken wat we nu op het programma krijgen. Enige. We moeten nu op, hoe dan ook. Anders valt er een gat. Dat gat, meneer Plafond, heb ik al lang zien aangekomen. Maar daar heb ik wat op gevonden. Wat doen we nou? Zet die tv alsjeblieft wat zachter, Loes. Zo kan ik niet slapen. Oh, wat enig. We krijgen natuurlijk de toneelversie van de fabriek te zien. Enig, enig, enig. Wat zeur je nou? Wat is dat, de fabriek? Nee, dat is van de tv. Met Dries Rustenburg en zo. Dries wie? Maar dat heb jij nog nooit gezien, omdat je altijd moet overwerken. Oh. Enig. Oh, misschien krijgen we dat gedeelte wel te zien met Jeroen Krabbe in zijn blootje. Populaire blote dans. Heb ik even geregeld. Waar? Oh, daar. Waarom doe je dat nou? En ook nog eens zonder overleg met mij. Ja, en als ik het dan eens met jou overlegd had, hè? Wat dan? Dan was dat niet doorgegaan. Nou, dan was het toch heel verstandig van mij om dat dan maar niet met jou te overleggen. Ik probeer iets nieuws voor jou en G en Henk op touw te zetten. En dan kom jij met dit afgezaagde blote gedoe aanzetten hier dan lekker lullen mee. Ik word even wel op aangekeken. Ik bedoel, het is ooit leuk geweest om zoiets in de show op te nemen, maar dat kennen we al wel. Weet je wat het is, Sjaaks? Ik kan er maar niet genoeg van krijgen. Wat leeft en bloeit en alles weer boeit. Oh, pardon.
wel geloven. Ik vind dat toch zulke, ja, hoe zal ik het zeggen, zulke fijne en ontroerende muziek. Ook heel knap gecomponeerd, hoor. Jawel. Mevrouw de Wilde, kan ik u ergens even alleen spreken? Maar meneer Schaamberg. Nee, het is dringend. Ik heb iets ontdekt aangaande uw man. De man is inmiddels terecht. Nee, maar mijn opdracht was... Danny, is uw opdracht vervallen? Mijn opdracht was in eerste instantie het vinden van achtergrondinformatie aangaande uw echtgenoot. Dan ben ik iets ontdekt. Kan ik u ergens alleen spreken? Straks. Wat zegt u? Straks. Straks. Ik steek even over, dan kan ik de meisjes straks even opvangen. Ik ga met je mee. Dan loop ik ook even mee, dan kan ik meteen mijn spullen uit de motor halen. Wat ga je nou doen? Alle handwerkrepositen liggen in de kleedkamer en de grotere spullen staan achter op het toneel. Ja, dat moet nog een verrassing blijven. Ik zal maar even wat zeggen op het toneel. Ik zal maar even wat zeggen. Ik moet even wat uitleggen. Meneer Plafond. Ons kantoor is opgeheven. Wat kan mij dat nou schelen? Moet u kijken, we zitten midden in een voorstelling, mevrouw Schaamberg. Moet u zien, ik heb zo'n dik script geschreven. Ja, en er is nog geen spaan van terechtgekomen. Ja, maar hoort u dan niet wat ik zeg? Ons kantoor is opgeheven en dat komt allemaal door mij. Want Mr. Carrington is verliefd op mij. Heel fijn dat u mij dat even kan mededelen. En ik ben verliefd op Mr. Carrington. I'm in love with Mr. Carrington. So in love with Mr. Carrington. I was lost a moment, I set eyes on him. I was so confused, I couldn't find the words and say to him, I love you. Where are you, my Mr. Carrington? Mr. Carrington. Life was just a gentle, boring way to pass the time. Just the usual ups and downs, and I was doing fine. How could I know that suddenly the whole of me would change because of you? Without you, I don't know what to do. Don't know how to live without you. One more single day, I want to give my heart away to you. So come and stay with me, my home. Wat kan er dan wel zo belangrijk en dringend zijn dat u meent mij te moeten storen? Uw man was fout in de oorlog. Zegt u? Uw man, Jaap Casconje, geboren te Dalden onder de rook van Assen, was fout in de oorlog. Dat heb ik dus ontdekt. Oh, die meneer. Wacht eens even. En dan staat hij ook opgesomd in zo'n mooi dik boek van dokter Elde de Jong. Kia, wie had dat ooit gedacht? All the tender things you said keep spinning in my head. All my life I won't forget the moment that we met. Oh, how could I just say hello and goodbye instead of I love you? Without you, I don't know what to do. Don't know how to live without you. One more single day, I want to give my heart away to you. So come and stay with me, I hope and pray, night and day. Mr.
just the moment I set eyes on him. I was so confused I couldn't find the words and say to him, I love you. Where are you, my Mr. Carrington? Mr. Carrington, I love you. I love you, Mr. Carrington. I really do. Als ik goed begrijp, wilt u weten waar Mr. Carrington is? Zeg maar, waar is hij? Voor zover ik weet, is hij in Parijs. Parijs? Dan ga ik naar hem toe. Waar is hij ook alweer de uitgang? Daar. Mr. Carrington! Meneer Plafond, heeft u mijn vrouw Ria ook gezien? Die is naar Parijs. Wat nou, hoe zou dat? Dan moet u maar in de zaal blijven zitten en heeft ze ten overstaan van het gehele publiek zijn uitleg. En lopen dus hier niet voor de voet in de kleedkamer. Wat een kabaal. Jij was fout in de oorlog, Jaapie. Fijn, dan weet ik eindelijk iets meer van je. Hoe ben je erachter gekomen? Ik bedoel, kijk, ik had een broer, hè. En ik was nog heel erg jong. En de mensen wisten niet wat ze moesten doen. En stil nou maar, zeg nou maar niks meer. Ik lees het deze dagen wel uitgebreid op een gemak, rustig in de krant. Zeur nou maar niet, hè? Maar één ding. Doe zoiets nou liever niet weer bij de volgende oorlog. Afgesproken? Dus als wij samen in het café het oude lulletje zaten, dan stonden zij buiten met een auto. En dan moest ik ervoor zorgen dat jij dus achter mij aan het café uit kwam rennen. De straat op. En dan konden zij jou dus overhoop rijden. Maar luister, je hebt me nog steeds niet verteld wie die ze dan waren. He, door wie jij je dus liet gebruiken om mij uit te schakelen. Ja, weet ik dat. Ik werd toch ook maar gedwongen. Heb je helemaal niet geprobeerd om daar achter te komen? Ja, dat kon ik alleen maar doen door de indruk te wekken dat ik mee zou werken aan dat snode plan. Indruk wekken? Ik ben een paar keer flink geraakt door het rotautootje. Nou, daar heb ik dus voor gezorgd. Nou, dan word je bedankt. En dat er maar zo'n klein Fiatje tegen je werd ingezet, bedoel ik. Want ik wilde niet dat je iets ergens zou overkomen. Toen ik je voor het eerst zag, was ik meteen verloren. Verloren? Ja. Hopeloos verliefd ben ik. En ik wil nu meteen met je naar bed. Ja, maar luister nou eens. Ik bedoel, hoe wou je dat dan doen? Zie jij hier ergens een bed? Daar staat een bed. Maar ik bedoel, we zitten midden in een theateropvoering. Ik moet zo op. Ik wil nu eindelijk wel eens beginnen met het officiële programma. Waar is Jeff? Die is achter die blote dames aan. En waar is G? Die bent even niet lekker en die is even naar de wc. Je moet niet vergeten dat de mens hoogzwanger is. Wat? Van wie? Daar maak ik me eigenlijk ook een beetje ongerust over. Dat mag je eerlijk weten. Een leuke lamp overigens. Ik wil nu aan onze openingssketch beginnen. Met G en Chef en jou en mij. Je hebt al je spullen en je weet wat je doen moet? Ja. Nou, ik wel. Ik lach me gek. Dat wordt vast een groot succes. Maar de een na de ander staat geheel ongevraagd op het toneel liederen te zingen. Oh, maar ik kan ook heel leuk zingen. Ja, wie niet? Ja, ik bedoel, als dat het punt is... Wat ga je nou doen? Hé, wat moet dat met die jas? Wat is dat allemaal? Dat is nog een verrassing.
Nou, Toos, nou zie je dus met eigen ogen dat ik niks heb met Elsje. Want die is dus met Bert van de postkamer. Dat was een hele leuke demonstratie, Theo. En ik vind ook dat Elsje het voortreffelijk speelde. Wat nou? Maar toevallig trap ik daar niet in. Waarom niet? Wat krijgen we nou? Wat moet ik nou doen? Moet ik Ria achterna gaan? Tot helemaal in Parijs toe, waar ze zich door een Engelse droplevel te pakken laat nemen? Of? Hè? Ja, wat is het alternatief, bedoel ik? Ja, of zal ik het weer goed maken met Ingrid? Dat zou je wel willen, hè, Rijntje. Maar toevallig ga ik met niemand minder mee dan Jacques Plafond. En die gaat een hele grammofoonplaat van me persen. Mag ik dan een glaasje Australische wijn? Nee. Nee, Saanberg, hè. Wat zegt u? Nee. Laat me toch niet lachen. Dan ga ik je weg, dan heb ik verder geen reet meer te zoeken. Dat hebben we wel meer gedaan. Allemaal een grote bek. En met z'n allen klinkt het helemaal te gek. Een hoog tempo, hoor. Ja, dat vinden die jonge lui van tegenwoordig leuk. Zeg, Irene. Wat jammer nou dat Otto er nog niet bij is, hè, lieve kind. Nou, ben je nou verloopt met Otto of niet? Ach, nee. Ik ben nu bij de jongen van Knallenburg. Ook een lieve, aardige jongen, hoor. Maar geef mij Otto maar, lieve kind. Je bent weer helemaal beter, verdomme. Hoe kan dat nou toch? Ja. We hebben kennelijk toch iets verkeerds gedaan, hè? Die computerdiagnoses, daar mankeert toch nog wel een hoop aan. Weet je wat ik nou het rotste vond? Dat ik doordat ik hier lag niet mee kon doen aan de lachende scheerkast. Ik ga me maar gauw melden bij Jacques Plafond. Zal die opkijken? Ah, ik denk vast dat hij nog wel wat voor me kan schrijven. Hij vond me altijd hartstikke goed. Zeg, ik moet weer gauw aan de slag. Je komt er zelf wel uit, hè? Nou, reken maar. Somebody else, there'll be no one unless that someone is you. Oh, that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want to borrow. Have it today and to give back to my... Enige! Oh, dat zijn nou mijn vier verre nevel. Wat kan het leven toch heerlijk zijn in jou. Hé, hey Job, zullen we naar jouw huis gaan? Ik vind er niks aan. Hoezo? En als je toch niet durft op te treden? Ach, niet durven. Ik niet durven. We zouden toch ook een liedje zingen? Irene, ik moet je wat zeggen. Oh, je kan helemaal niet zingen. Geef niks, hoor. Ik ook niet. Irene, het is misschien een heel ongelukkig moment, maar ik zit er al weken mee. Er is een ander. Ja, ik ben verliefd op iemand anders. Ja, je wilde toch nooit echt met me vrijen. En toen ontdekte ik ook nog dat je ieder ogenblik die Otto van je ging bezoeken in het ziekenhuis. Maar ik heb het juist met Otto uitgemaakt om jou, Job. Job? Ik geloof dat ik beter kan gaan. Bis! Bravo, bravissimo! Enige. Duurt het nog lang, Loes? Kijk, maar lachen. Dokter van Schaanbergen wel. Is onze Otto daar niet mee verloofd? Ik ben helemaal alleen. Er is niemand om me heen. Er is niemand meer die nog van mij wil houden. En waar moet ik nou nog heen? Oh, waar is toch iedereen? Er is niemand meer die ik nog kan vertrouwen. En er is niemand die mij zegt dat doe je goed. En er is niemand meer met wie ik nog kan praten. En het komt ook nooit meer goed, ik weet niet meer hoe het moet, de hele wereld.
Doet ze verdomd goed, zegt dat meisje. Prima act, leuk liedje. Zit een dijk van eer in. Ik wil straks even de kleedkamer binnen. Is onze Otto daar niet mee verloofd? Ja. Weet je wat, ik schiet daar dadelijk in de pauze even aan om te vragen hoe het met hem is. Want we zijn al zo lang niet bij hem op bezoek geweest. Nou, Henk, het is klaar. Ik heb dat hele nummer aangepast, alleen jou en mij. Ja, maar dat was toch een heel toneelstuk? Ik bedoel met G en met Chef en met Jantje Vos en ik er zo'n beetje bij. Ja, als zowel Chef en G, voor wie ik me godverdomme maandenlang heb zitten uitsloven, als die gewoon maar niet komen opdagen, dan kunnen we moeilijk, dan moeten we toch wat doen, ja? We kunnen toch moeilijk de mensen de hele avond blijven trakteren op domme liedjes? Right. Nou, kom op. Kom op. Hier. En neem ook even wat spullen mee. En moet het allemaal mee? Neem ook even. Moet het allemaal mee? Ja. Zeg, moet ik ook nog ergens aan meedoen? Zeg, waar is G eigenlijk? Ik lach me gek. Enfin, dat hoort u wel. Even die tafel zetten, wacht even. Zo, dat is wel een heel ander gezicht. Daar gaan we. Bal. Bal. Fiets. Fiets. Keukenrol. Keukenrol. Pleister. Pleister. Fantastisch, fantastisch. Mag ik weten waar dat allemaal op slaat? Oh ja? Right. Ja, er staat hier dus dat ik een balkje moet opgooien, maar ja, nou dan rollen we hem wel. Dat is ook leuk. Leuke liedjes horen. Ja. In ieder geval, ik wil ze horen, want ik heb tenslotte de hele boel gefinancierd. Enig, hè? Oh ja? Oh ja, u wilt een liedje horen? Dan krijgt u er een. Lekker blijven. Ik ga weg. Ga mee, Toos. Nee. Dat wil zeggen niet met jou. Wat heb die nou ineens? Nou, ik zal het jullie dan maar vertellen. Toos en ik hebben wat met elkaar. Hè, Toos? En dat is gekomen toen we elkaar tegenkwamen in het Toon Hermans ziekenhuis. Bij een bezoek aan Otto. Waar u nog zo schandelijk tegen haar tekeer ging, meneer Drissen. Kom mee, Toos. Oh Theo, maar dat is toch juist fantastisch? Hè? Ja, dan hoef jij geen alimentatie te betalen als je met mij gaat trouwen. Wie zegt dan dat ik met jou wil gaan trouwen? Ja, ik wil niks zeggen hoor, maar het is dus toevallig wel zo dat ik deze maand niet ongesteld geworden ben, dus het is maar dat je het weet. Geeft u mij een dubbele jongen? Heeft u ook wat te eten? Ja. Een satéetje graag. Doet wel. Dat maakt het leven de moeite waard. Zo, heb ik nou alles?
Dan is nu het grote moment. Ik ben toch wel een beetje zenuwachtig. Een peu nerveuze baard, zou ik het zeggen. Zeg, Toos en ik gaan er van tussen, want we hebben onder de hand eerlijk gezegd wel een beetje schoon genoeg van die voorstelling. Kan ik hier even wachten tot meneer Plafond uitgezongen is? Want ik wou hem dus vragen of ik morgen een uurtje later op kantoor mag komen. Leg dan niet aan mijn kop, dan zei ik ouwe. Ik sta op het punt om hier een historische toespraak te houden. Oh, God. Maar mevrouw Braatsnede, wat is er met u aan de hand? Oh, God. Ja, daar zit er niet veel mee op. Ik zal een dokter bellen. Blijven. Dat maakt het leven de moeite waard. Opgedonderd allemaal! Opgedonderd allemaal! Aanwezigen hier en in het land. Eens even denken, hoe kan ik het nou het beste beginnen? Laat ik het mij even ouder houden. Right? Right! Alleen even je kop, ja? Het zit namelijk zo. Laat ik het naar mijn ronduit zeggen. Hierbij deel ik u allen officieel mede dat, en nu komt het, dat ik afzie van mijn aanspraken op de Nederlandse troon. Ik heb alle bewijsstukken, stambomen en zeerbekundige papiertroep, dat ik de oudste rechten op de troon heb, maar ik doe het niet. Vanaf nu hoeven de Oranjes zich geen zorgen te maken. Tenminste, wat mij betreft, ik doe het niet. Wat moet u kijken? Dat is toch geen gezicht? Dus samenvattend, u kunt hoog of laag springen, maar ik bedank voor de troon. Ik heb gezegd. Kind. Ja, dat zet het dik in. Geen grap alsjeblieft, meneer Paul. Gaat u onmiddellijk chef van het toneel halen. Het heeft toch geen pas om zo te gaan staan zingen als je een vrouw een kindje moet krijgen. Nee, dan ben ik helemaal met mijn met Toos eens. Wij moeten niet spotten met het wonder der geboorte. Ik zou eerder zeggen, het is geen wonder. Haha. Whisky, snel. Zo, meneer Plafond, gaat alles een beetje naar wens. Wat blijf je nou, lul? Je staat de hele tijd daar buiten met een taxi te wachten en ik heb je overal gezocht. Nou ja, toen ben ik even met de taxichauffeur op en neer geweest. Hoor je dat, Plafond? Wat? Ze is even op en neer geweest met de taxichauffeur. Ja, ik moest even wat spullen halen. Bemoei er niet tegenaan, slijmbal. Dat is een geest. Wat? Loopt in de soep. Ah, laat die flauwekul toch lopen. Zullen we een grammofoonplaat gaan maken? Goed? Wat nou weer? Heel lang geleden. Heel lang geleden. Heel lang geleden. Godverdomme. Wat is dat lang geleden? Laat ik u liever vertellen over de Egyptische pisvlier. Ook wel genaamd het Engelse zijdruifje.
in het Latijn genoemd Begonia Irinate. Deze plant is namelijk gek op zij. Daar bloeien ze helemaal van op. Maar genoeg gelund. En nu zou ik willen genieten van de stilte. Ja, potverdomme. Krijgen we gewoon een beetje gekrijs erbij geleverd. Potverdomme. Wat heb ik toch een afgrijzelijk leven. Hier, potverdomme. Is dat voor een teringherrie in de kleedkamer als ik op het podium? Kijk eens, chef. Een baby, hey. We hebben een baby. Sorry hoor, dat was ik even vergeten door alle drukte op het toneel. Gefeliciteerd, G. Hoe zullen we hem noemen? Ho, ho. Wie zegt dat die baby van jou is? Of van de bakker? Of de melkboer? De loodgieter? De postbode? De postbode in ieder geval echt niet, chef. Dat weet ik heel zeker. Die is nooit echt verder gegaan dan brieven in de brievenbus stoppen. Laat me uitpraten of de piano stemmen. Ja, ik ben er ook nog. Dan nog liever Paul. Want dan is het tenminste een koningskind. Oh ja. Dat is dan sneu voor dat kind, want ik heb zojuist mijn claim op de troon laten varen. Toch geen geruzie bij zoiets moois. Is het geen reuze idee om te stellen dat dit kind onbevlekt ontvangen is? Gaat dat niet wat ver? Ging dat 2000 jaar geleden dan soms te ver? Wat ga je doen, Bert? Wat bedoelt hij nou? Volg mee naar het toneel. Ja zeg, alles goed en wel reuze leuk. Maar kunnen wij het publiek toch moeilijk de hele tijd naar een leeg podium laten staan? De show moet go on. Wat gaan jullie doen? Wees voorzichtig. Gaat u nou rustig liggen, mevrouw Braatsleden. Bert weet heus wel wat hij doet. Ja, maar hij is tenslotte predikant geweest. Oh, ja. Daarom heb ik Boy Bensdorp vanavond zijn cafetaria in de steek gelaten. En ben naar hier, de dokter Anders Frits van Santal gekomen. En ik heb mijn grootmoeder meegenomen. Gaan er één applausje voor mijn grootmoeder. Mevrouw M.G.C. Bensdorp van den Vlasser. Toch leuk. Nou, boy, vertel het ze dan. Ja, zeg, ga eens even opzij. Benson, jij hier. We zitten hier midden in de voorstelling. Opzij. Dames en heren. 2000 jaar geleden gebeurde het in een stal. En zojuist is het wederom geschied, maar nu in een vieze kleedkamer van de dokter Anders Frits van Zantenhal. Zie hier de nieuwe Christus. Ja, wat is er nou? Pst. Ik heb even gekeken, maar het is een meisje. En dit keer, dames en heren, is het een meisje. Ja, waarom ook niet? Moet kunnen. We leven tenslotte in een tijd van feminisme. En daar komt nog bij. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Ik weet niet hoor, Jaapie. Maar ik vind dit toch allemaal wel een beetje raar. Ik ben echt schrik geworden. Ik had wel geweten dat die man niet goed bij zijn hoofd was. Maar dit is wat werkelijk alles zeg. Spuren godslastering. Dat doe ik niet dicht. Luister, godverdomme. Hé, dat touw. Toneelmeester. Zeg, kom op. Geen liedjes. Geen liedjes. Dames en heren, gaarne wil ik als directeur vanaf deze plaats mijn excuses voor deze beschamende vertoning. Die ik hiermee afkap. De kaartjes die u hebt gekocht voor de lachende scheerkwast van hedenavond blijven geldig. Want ik heb het genoegen om u aan te bieden volgende week een voorstelling in plaats van deze kaartjes van Henk Elsink, Herman van Veen,
noem maar op. Ja, zelfs misschien wel Paul van Vliet. Want die hebben we allemaal in ons pakket, nietwaar? Maar dat moet ik nog even uitzoeken. Jasperina de Jong, nietwaar? Maar dan is het nu dus voor heden afgelopen. En wil ik u dus verzoeken weg te gaan. Ik dank u. Ja, en hier ben ik dan weer met de prijsvraag. Deze prachtige wissellijst gaat naar... Don Schaefer, Schuttersweg, Apeldoorn. Maar nu de vraag van deze week. Was de echtgenoot van mevrouw de Wilde nou goed of fout in de orde? Uw antwoord op een briefkaart naar VPRO Postbus 11 te Hilversum. Uiterlijk aanstaande woensdag in ons bezit. En vergeet niet er een leuk rijmpje bij te doen. U mag die briefkaart ook meteen gebruiken om u aan te melden als lid van de VPRO. Want alleen de VPRO zijn van die leuke programma's zoals dit. Maar ja, dit was alweer de laatste van de reeks. En nu nog even voor de kijkers die al 5 keer een goede oplossing hebben ingezonden. Met het inzenden van het goede antwoord op mijn vraag van daarnet, dingen zij ook nog eens mee naar 1 van de 3 hoofdprijzen. En dat is de 3e prijs, een radiocassette recorder. De 2e prijs, een kleuren-tv. En de 1e prijs, een videorecorder. Deze week als weekprijs te winnen. Een handdoekenset voor hem en haar. Hoe lijkt de vraag alweer? De vraag van deze week dus nog een keer. Was de nieuwe echtgenoot van mevrouw de Wilde? Was hij nou goed of fout in de oren? En het goede antwoord op die vraag is dus goed of fout... Als u begrijpt wat ik bedoel. Dan neem ik nu afscheid van u. En ik hoop u gauw weer eens tegen te komen. Don't know when, don't know when. Ja, dan wou ik u even bedanken. Vooral als u vervlucht. Ik vond u een fijne collega en ja, we hebben echt prettig samengewerkt. Dat wou ik even zeggen. Hier ben ik dan. Kan ik nog meedoen of... Sorry hoor, het is afgelopen. Het is afgelopen, we zijn klaar. Het is gebeurd. Verdomme. Ja. En ik heb me nog wel zo gehaast. Nou, ik mocht met mijn nieuwe auto van mevrouw de Wilde... het Willy Dobbelplassoen hier rijden... omdat het was afgesloten voor televisieopnames. Jongen, wees nog blij dat je weer helemaal beter bent, joh. Jawel. Hè? Maar, komen er niet nieuwe televisieprogramma's van u? Waar ik dan ook aan mee kan doen? Ja, dat hangt helemaal van de VPRO af, dat kan ik zo niet zeggen. En hoe meer nieuwe leden zich als lid van de VPRO opgeven... hoe groter de kans dat u ons weer terugziet. Het gaat...